koek. Dat is lekker. Regen. Ik ben Werner Budding en ik ga jullie meenemen naar wat mooie plekken. We gaan naar Italië en we gaan naar Zandvoort. En ja, waarom regen? Dat is wel niet zo'n probleem. Hè? Dat zijn we gewend in Nederland. Ik hoop toch dat het een beetje opklaart. Ik kan namelijk rijden en jullie gaan mee aan boord in de 962 Porsche. De roemruchte 962. De auto die ja, het sportfundament van Porsche heeft geschreven. Belachelijk snel. En rijden in een RSR, zeg maar de auto waar Gijs van Lennep in 1973 Targa Florio mee won. Die neem ik jullie ook mee naartoe. Gaan ook rijden. Ik kan er niks aan doen, jongens. Ik bedoel, ik doe het ook een beetje voor jullie, hè? Niet te vergeten. Rijden met de Ferrari GTC4 van vierwielaandrijving en vierwielbesturing Lusso. Dat gaan we doen in de Dolomieten. Jullie gaan mee. Vragen. Als je die nou hebt, stel ze. Hè? Stel ze aan mij, als ik het niet weet. Dan vraag ik het aan een van de jongens bij Autovisie. Jacob Welsma, Dries van Delsen, Peter Heelhorst. Die weten ook heel veel. Meer, soms, misschien wel, dan ik. En weten ze allemaal niet. Dat kan natuurlijk ook. Dan besteden we het uit. Zo kreeg ik pas de vraag. Hebben jullie vorige week kunnen zien van Nick de Groot, volgens mij heet hij. Hij stelde mij de vraag. Joh, wat nou als iedereen waterstof gaat rijden, dan dan wordt het nat op straat. Dat is waar, want er komt water uit die auto's op het moment dat ze rijden. Ja, en als het nat wordt, is het tot waar toe. Ik bedoel, het is heel vaak het nat op straat. Maar het vriest soms ook in Nederland en dan wordt het spek glad. Dat was een mooie vraag. Ik heb Ad van Wijk gebeld, professor van bij de TU in Delft, Future Energy. De man die alles weet over waterstof. Ook daar hebben ze erover nagedacht. Ik dacht, yes, ik heb iets wat hij niet heeft. En, nou, niet dus, daar hebben ze al lang over nagedacht. Hij zegt zelf, ja, een aantal auto's is niet zo belangrijk. Op het moment dat er heel veel worden, dan wordt het inderdaad nat. En ze hebben daar het plan bedacht om dat water te gaan opvangen. Want, zegt hij, in Nederland of in Europa, water zat. Maar er zijn heel veel plekken in de wereld waar ze water goed kunnen gebruiken. Zeker schoon water. En als een bepaald soort water schoon is, dan is het water uit een waterstofauto. Doe daar een beetje zout bij, wat mineralen, zegt hij. Heeft er verstand van. En je hebt drinkwater. Drinkwater dat daar eigenlijk nauwelijks voorhanden is. Dus, zegt hij, we gaan dat water opvangen. En ja, snijdt hij dus nog een keer. Hè? Schoon, efficiënt qua vervoer. En vervolgens levert het ook nog wat drinkwater op. Nou, dat gaat natuurlijk allemaal nog wel een poosje duren. Maar de gedachte dat dat soort dingen kunnen, technisch kunnen en uiteindelijk in de praktijk misschien ook, ja, dat is wel mooi. Goed, tot zover efficiënt, tot zover waterstof. Nu gaan we knallen. Deze auto ga ik zo direct rijden. Dat is de RSR 2.7. Beroemde auto. Dat is de zusterauto van de RSR waar Gijs van Lennep in 1973 de Targa Florio mee won. Dat is een 550 Spider. Daar gaat de collega Bijlsma in rijden. En dan morgen, en dan wordt het spannend, een 962. Volledig gerestaureerd, nieuw gemaakt. Vreselijk snelle auto, 700 pk. Le Mans winnaar. Daar gaan we morgen mee rijden. En met deze GT1. Dat is ook een Le Mans racer. En wat voor een. GT1 of de 962, die wordt nu gereden door Gijs van Lennep, de man die natuurlijk ontzettend veel Porsche historie heeft gescoord. Dit is nog uit de tijd dat een race eigenlijk een soort mix was tussen race en rally. Kijk, tripapparatuur, dat is natuurlijk voor rally. En het is eigenlijk een raceauto. Dus de Targa Florio van destijds, dat was een straatrace. Maar eigenlijk ook een soort rally. Echt geweldig. Zo'n viercilindertje dan zo'n geluid. Het is echt ongelooflijk.
heel bijzonder. Echt toeren maken, anders doet hij niks. Echt geweldig. Maar ja, die RSR, dat was ook echt... Ik stond erachter toen je startte. Dat was echt ook niet normaal. Echt niet normaal. En dan morgen het echte werk. Ja, ja. Je geworden. Ik word ook een klein beetje zenuwachtig nu. Ja, ja, absoluut. Absoluut, ja. God, dat gaat die ding hard, zeg. Ja, ja, ja. Carrera GT, 918, twee keer. Maar dit zijn ze voor vandaag. Mochten jullie me niet geloven, 1998, Le Mans. En die daar, achter die mannen, de 962, dat wordt hem dan voor mij. Ik heb even met die kerels gepraat, er zit een 3.2 in. Er hebben andere motoren ook ingezeten, 2.8, 3.0, 3.2, volgens mij zelfs 3.4. Maar er zit die een 3.2 en een biturbo met ongeveer 800 pk en een gewicht van ongeveer 850 kilo. Dus elke pk 1 kilo. Zo! Ingeruild voor München om van München naar Bolzano te rijden en daar dan morgen GT4 Lusso. Dat is de opvolger van de FF, 12 cilinder, bijna 700 pk. Koek koek, dat is lekker. Dat is typisch Ferrari, hè? Dat lijkt dan redelijk elitair. Rijden in een GT4 Lusso door de Dolomieten, alleen de rit ernaartoe, ja, die valt niet helemaal mee. In de Ducato. En dan van München naar de omgeving van Bolzano. 320 kilometer in zo'n perenkist. Maar ja, goed. De auto zal wel veel goed maken. Het is de 4-sits Ferrari zoals ze er daar heel veel van hebben gehad. Hè. Denk aan de 400, de 412, de 365, de Scaglietti. Tegenwoordig heeft hij vierwielaandrijving, de FF. En dit is de opvolger. En die heeft dan niet alleen vierwielaandrijving, maar ook vierwielbesturing. En ja, hoe die dat doet, dat ga ik dan morgen ervaren. Hier in de Alpen. Nou ja, niet hier. Dit zijn de Oostenrijkse Alpen. We moeten die kant op. De Brennerpas over. Nou, uiteindelijk eindigen we ergens in de Dolomieten, een klein dorpje, en daar dan morgen rijden. Ja. Enfin, we zijn er. Het is mooi weer. Prachtige plek. Ik ga straks naar omhoog, volgens mij. Ik weet niet helemaal zeker, maar ik dacht het wel. En dan staat daarboven, op die berg, een GTC4. En daar ga ik dan... horen wat er allemaal zo geweldig is aan die Ferrari. Dat hebben ze dan wel weer grappig bedacht. Bij de persconferentie, de uitleg over die auto, hebben ze dan op de berg gedaan. Waarom? Nou, geen idee, omdat het kan bijvoorbeeld. Hè? Ja, het is dan dus ook de auto die alles kan, zo zien ze het. Alles verenigd in één. Vierwielendrijving, vierwielbesturing, ruimte, vier personen. En dan de topsnelheid van, weet ik het, 330 km uur. Nou goed, dat was dan wel weer leuk natuurlijk. Maar... natuurlijk wel leuk bedacht, hè. De auto die alles kan, nou, die lanceer je boven op een berg. Dus je hebt de grond omhoog, dat is net aangezet. Het skiseizoen is nogal afgelopen, zoals je ziet. Staan we hier boven op een berg. Dan helemaal daar in de verte, ja, ik denk niet dat jullie hem kunnen zien, daar staat hij. De Lusso, om hem straks beter laten zien. Op zich wel aardig natuurlijk, zo. Hè? Nou, hoe lang je dan om je heen kijkt, hoe mooi dat wordt. Daar in de verte Cortina d'Ampezzo, dat is een beroemd wintersportplaatsje. Ze zeggen daar zelf dat de wintersport daar bedacht is, door de Engelsen overigens, Italiaans dorpje. En dan een stukje verder die kant op eindigt uiteindelijk de Alpen en dan begint Italië. Dikke kont. Hij is eigenlijk nauwelijks breder dan de FF, maar door die
dubbele koplampen achter, ook nog iets meer op de hoeken te plaatsen, is er visueel een bredere auto ontstaan. Met uiteindelijk nog steeds die kenmerkende station look. Voorin een 6.2, om precies te zijn de 6262 V12, 6262 cc, een bekende motor, zat ook in de FF. Dat kennen we natuurlijk ook uit de F12, min of meer. Ja, grijs, wit, blauw, rood. Vinden jullie? Blauw, hè? Doe blauw. En is die eigenlijk niet eens zo heel erg anders, hè, ten opzichte van de FF in de basis. De basisarchitectuur die is overeenkomstig. De achterkant, het dak hier, dat loopt verder door. Dus eigenlijk is er ietsje meer station, zo noemen ze het zelf niet, shooting brake hoek ontstaan. De breedte is ook toegenomen, wat ik al vertelde, doordat die lichten wat meer op de hoeken staan. Maar de breedte is niet toegenomen. Ja, we hebben het over een paar millimeter, maar vooral visueel. Want dan is de auto van binnen anders. En deze jongens hier, niet alleen die daarvoor, maar ook die erachter, die sturen nu. Ja. Grote auto, hè. Een hele lange neus. Waar dan die 12 cilinder in moet. En dan zit je, bij die auto kun je het heel goed zien, je zit ver voorbij de helft van de auto. Nou, eens opletten, in je eigen auto zit je op zeg maar 1/3 vanaf de voorkant. Geel natuurlijk. Heel mooi. En wat ze nu ook weer hebben gedaan, is dat tweede dashboard. Ze vinden dat je bijrijder ook gewoon moet genieten van de muziek. Die muziek bedoel ik. Redelijk timide. Maar zullen we er dus een beetje verandering in gaan brengen. We gaan rijden door de Dolomieten dus. Waar ik pas ook was met La Leggenda di Bassano in de omgeving van Val Gardena. En dat is mooi daar. Het is redelijk stil nog wel. Hè. Het is nog geen hoogseizoen. Dus we zullen eens kijken of we een beetje kunnen aantrappen. Kennen hem daar, dat massief. Daarachter heb je Val Gardena, Bolkestein. En daar kun je dan omheen skiën, de beroemde Sella Ronde. Ze zijn er skiën aan trouwens nu. Maar wel lekker rijden. Als er althans niet zo ongelooflijk veel mensen waren geweest hier. Dit is echt niet te doen, jongens. Lijkt de Efteling wel. Het is helemaal afgeladen hier met wielrenners, fietsers, bussen. Precies niet de plek waar je moet zijn als je 690 pk bij je hebt. Kijk, de Sella Pass, we zitten op 2240 meter. Je kunt hier echt geweldig sturen. Helemaal met dit ding, met die wendbare achterkant. Dat is bijna 700 pk, dit soort weggetjes. Als er, althans, liefst niemand is. Kijk, de grondspeling. 12 centimeter. Ja, lekker boeiend, zul je denken. Nou, toch wel. Ze hebben bij Ferrari gezegd, wij bouwen geen auto's met meer grondspeling dan 12 centimeter. Hier zie je het ook. Dus, met andere woorden, wij bouwen nooit een SUV. Als je vierwielendrijving wil hebben, of over een grindweg wil rijden, dan koop je maar dit ding. Het wordt niet extremer als het gaat om capaciteiten op slechte ondergrond. Ja, één grote wielerwedstrijd, man. Wat gaan we doen, hè? Kunnen ze het plannen? Vind je ervan? Ja,
afwerking en qua raam. Nee, ik vind het wel een verbeterde versie. Qua uiterlijk ben ik hem nog niet. Wel, dat is even wennen bij deze auto, maar qua rijden. Ja. Ik denk, zo, kijk, ik ben even... Al die gasten aan de verkeerde kant. Ze rijden helemaal klaar, hè? Ze zijn lastig bijna op de motorkap, hè? Nee, voor de familyman in bonus is dit wel een fijne gezinsauto, toch? Ja, heel mee eens. Ja, en ik vind het er eigenlijk wel dik uitzien. Met dit soort auto's moet je volgens mij altijd een beetje wennen, hè? Die eerste jaar is dan zo. Ja. En nu knapt hij op. En dit binnenin is ook wel voor elkaar. Nee, maar goed, je kids achter moeten niet te groot zijn. Maar de absolute grootste pluspunt is het interieur. Ik bedoel dat je eindelijk een keer een fatsoenlijk scherm hebt gewoon bij in een Ferrari en dat werkt. Ja. En nog snel ook. En je kunt het gewoon aflezen. Normaal zat je natuurlijk op zo'n heel minuscuul schermpje te kijken. Dus nee. En dit is een beetje kermis natuurlijk. Ik zou er gezeik mee krijgen als ze zien hoe hard ik rijd. Je kan hem ook op navigatie zetten. Ja, hè? Hoor ik dat? Dan heb je even terug. Ah, even terug. En dan zit je hem lekker. Kan je liedjes afspelen. Kijk. Navi. Daar zijn we. Moet er nog een klein stukje. En de muziek. We zijn inmiddels aan het filmen. En normaal doe ik dat, zoals jullie weten, met Patrick Johannes of met Erik van Vuren. Vaste camerahelden van Autovisie. Ja, dit is Ferrari. Ferrari is anders. Ferrari is heel anders. Zo anders dat ze... Ja, hun eigen cameraman leveren, mannen. Nou, dat is op zich prima hoor. Dat zijn aardige jongens en ze hebben ook mooie apparatuur bij zich. Het is nooit zo optimaal als dat je met een vast eigen team werkt. Als je dan dingen tegenkomt onderweg, weet je, dan kun je dat er bij pakken. Je ontmoet mensen, je ziet situaties, noem het maar op. Dus als je een cameraman bij hebt, dan is dat altijd veel leuker werken. Deze mannen die zijn nu hier op de... Cella Pas, hier heb ik ze ontmoet. Hier ga ik het ook draaien, een paar keer naar beneden, een paar keer omhoog. En dat, als je dan die video ziet, dan zul je dat ook wel het resultaat daarvan zien dat het anders is, anders gedraaid wordt. De footage, zo noemen ze dat, dus de rijbeelden zijn al gefilmd. Die gebruiken we dan in dat item. Ja, weet je, het is zeg maar het verschil tussen geen video of een video op deze manier. En ja, dan kiezen we er natuurlijk voor om jullie bij Autovisie.nl, Autovisie TV, wel die auto te laten zien. Maar het is niet optimaal. En bovendien spreken ze alleen Italiaans. En ik niet. Dus dat helpt niet echt. Ja. Elektriek, uiteraard. Uitgebreide wielophanging, differentieel, aandrijfassen van ZF, het besturingsmechanisme om de achterwielen te laten sturen. En ja, wat je dan overhoudt is wel bagageruiten, maar ook zo'n hele grote bak hier zo. Leunetjes kunnen dan weer wel om. Ja, wat kun je erin kwijt? Zeg eventjes de bagage van twee man op een weekendje weg. De grootste influencer, oftewel de vlogger van de UK, Shmi. Not Tim, just me. How's it going, guys? How are you? You're driving an FF. Yeah, I did. In the UK. Yeah. What's the biggest difference between the FF and this one, the GTC? So this has been a pretty interesting day because I've had my car for about 9 months and I've done 8,000 miles in it. Uh-huh. So I've had 8,000? Quite a bit of experience for a Ferrari. That's quite a lot of mileage. I think the biggest thing for me is the GTC 4 Lusso is an evolution of the car. You feel that in every way, but it's perhaps a little bit more GT and less sports car. I think it's slightly less responsive, slightly less twitchy. You know, the FF, when it came out, had all the characteristics of a 458. It's really pointy steering, really, really sensitive throttle and brake. And the GTC 4 Lusso is a little bit more in normal mode, in normal comfort driving, a little bit softer, a little bit... At that end, you know, if you had a Spectrum, it's slightly more along. But then when you dial it up into sport,
the shifts are unbelievable, isn't it? Yeah. It's quite an experience. And the whole, the interior, the way everything's updated, it's just a really it's nice car. Yeah. And between the this GTC 4, between the F12? Because I like the rear wheel drive for Aris, of course, but yeah. You've driven well, hold it, on, of course. Hold on, do you have one, an F12? No. But I did drive one briefly. But even the GTC 4 Lusso, the way the four-wheel drive system works is nearly all the power's at the back, unless uh-huh. you overload the back and then it sends torque to the front. Uh-huh. I don't quite understand all of it. But it's more or less a rear-wheel drive. You can put it sideways pretty easily if you want to. For me, I like F12 TDF is one of the best cars currently on the road, for example. The F12 Berlinetta is probably the best two-seat. Uh-huh. But for me, I think if I'm going on that sort of touring side, I want the ability to have a car, you know, if I meet up with friends in different places, I can pick them up and you've got the seats. Yeah. I mean, that's why I love the car, because it's really fun to drive. Yeah. The format, sorry, I should say, uh-huh. you know, the three-door hatchback V12 thing. It's a strange concept, a Marmite concept. Uh-huh. Some people love it, some people hate it. But I love it because you can enjoy driving it mm-hmm. when you're on roads like today, driving mm-hmm. mountain passes in the Lusso. How much fun is that? Yet again, you can be comfortable cruising on the motorway with four people in the car and some suitcases in the boot in a Ferrari. It's brilliant. It's a lovely concept. You bought some new cars? Yeah, I got a few new cars on order. What? So I just ordered... Mooie man. Je hebt gewoon een mooie aantal gave auto's. That's good. The Aston Martin Vantage GT8, 150 cars. Yeah. I used to have a V8 Vantage Roadster, so the GT8 is like the final version of the V8 Vantage platform, so for me that's quite an emotional connection to Aston Martin. And I've also ordered a Mercedes AMG GTR, which is not due due 9 months, a year away or so now, but the beast of the green hell, they call it. It looks like it. It looks like a lot of fun. That has a lot of trick technology at play as well. And I don't know if you see it, has this little dial in the center for changing the traction control. 9 different settings for traction control. Sounds like one for having fun with. Good. So what's your next event, your next car event? Goodness, well, I'm actually about to try and take a couple of weeks of slower weeks. Yeah. I'm going to Formula E in London this weekend. Oh, nice. That's a Dutch guy driving it, Roman Frans. Yeah. He's really good. Yeah. I've never been to a Formula E race. That's going to be my first one. But I get to take a car around, which oh, really? Is going to be quite fun. Yeah? I'm moderately terrified. But no, after that, I'm going to take a couple of quieter weeks through the next month, because then it all goes crazy. Yeah? I've got a very, very busy schedule for the autumn this year. Sounds good. We met. Thank you. Thank Brilliant. You Thank time. You very much. Cheers. Okay. Een beetje regen natuurlijk. Nou, hoort er ook wel bij in Nederland. Leuke vent wel, die Schmie. Vroeger hoe hij aan die naam komt, dat schijnt dus zijn e-mailadres te zijn geweest vanaf zijn 9e jaar. Ik weet niet hoe oud hij nu is. Blijkbaar e-mailt hij al heel lang. Maar die naam heeft hij dus gehouden en die gebruikt hij nu ook. Leuk wagenpark ook. Wij hadden ook een leuk wagenpark, vind ik, afgelopen week. Porsches, dik spul en die Ferrari natuurlijk. Komende week ga ik wat presenteren op... Concours d'Elegance, Paleis het Loo. Dat doe ik samen met Dick Braking, voormalig testrijder van Autovisie en voormalig presentator van een autoprogramma. Dat is wel heel lang geleden. Veronique heette dat destijds, de zender waar hij op stond en of op was te zien. En met hem ga ik het een en ander aan elkaar praten op het concours. Dat gaan jullie ook allemaal zien. Ik ga jullie meenemen daarnaartoe. En er zijn heel veel klassieke auto's en ook al wat modern spul, maar vooral bijzondere klassieke auto's. En die gaan we bekijken. En dan kan ik alvast wel verklappen. Volgende week, dan dus vlak na dat concours, een Ferrari California T met een handling pakket en een Mercedes SL. Maar dat duurt nog een hele poos. Eerst het concours. En als jullie willen, een duim omhoog, hè, hier onderaan dit kanaal. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Klik hier om social media te volgen. Hier zie je de vorige video's. En daar kun je abonneren. Bye-bye.